Jawel! In het Duits. De Gamescom komt eraan. En um, ik ben druk bezig op dit moment met het maken van afspraken voor het team wat gaat. Want we gaan. Daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Uh, en toen dacht ik: eigenlijk is het wel leuk om daar een werkstukje over te maken. En dat doe ik dus bij deze. Een nieuw werkstukje over de Gamescom. Want er is wel het een en ander aan, aan de hand. Een, eigenlijk kun je de Gamescom. Vergelijken met al die andere evenementen. in de Wereld Games evenementen. die gewoon problemen hebben. Uh, Het zij met. Corona en lockdowns nog her en der. Want uh, bijvoorbeeld in Japan uh, gaan, uh, gaat de besmettingsaantallen weer gigantisch omhoog. Uh, en dat zou ook zo maar kunnen dat de Tokyo Game Show dan toch weer besluit... om het zonder publiek te laten doen. Laat staan dat wij erheen kunnen. We hebben het geprobeerd, maar het is gewoon echt veel te moeilijk. Je moet visum aanvragen, er moeten mensen bij komen, et cetera, et cetera. Nou ja, je ziet het hier al. Oude beelden van de Gamescom. En dit jaar gaan we er weer heen. Uh, even afkloppen dat er niet een uh, enorme uitbraak komt. Uh, maar we kunnen erheen. Duitsland is gewoon open. En dat betekent dat we gewoon met vier man in ieder geval erheen gaan. Twee dagen lang. We gaan een compleet programma maken met. We gaan er een premium vision opnemen. We gaan er previewtjes doen. We gaan een stream doen vanaf de beurs. Kortom, alles wat daar gebeurt, dat ga je meemaken. Uh, maar de vraag is natuurlijk: wat gaan we dan meemaken? Want. Valt er nog wel zoveel mee te maken op de Gamescom? Voordat ik het daarover ga heb uh, hebben, even een stukje geschiedenis. Um, Gamescom is in 2009 begonnen in de Kulmessen in Köln. Kulm. Het is een gigantisch, gigantisch hallencomplex. Um, de jaarbeurs maal twee. De jaarbeurs on steroids. Uh, het is ook klinisch as fuck. Het is niet mooi. Het is niet sexy of zo. Het, is, het zijn gewoon een heleboel hallen achter elkaar. En het was eigenlijk een beetje de opvolger van de Games Convention. Die zat er namelijk voor. En die werd, en daar ben ik nog geweest, uh, die werd altijd gehouden in Leipzig. Ik vind Leipzig een hartstikke leuke stad. Ik vond dat een hele leuke stad. Ik ben er... Eén, misschien twee keer geweest. Ik vond dat gezelliger dan Kulm. Ik vind Kulm nou weer niet zo speciaal? Uh, het is leuk een beetje rond de markt uh, om daar rond te hangen, maar voor de rest uh, boeit het niet heel erg. Uh, ja, die beurs die was eigenlijk te groot voor Leipzig. De hallen waren daar kleiner en er was een groot probleem. En dat was dat heel veel westerse journalisten Leipzig gewoon te ver vonden. En ja, het is Oost-Duitsland, dus het is gewoon wat verder rijden. Uh, voor de Oost-Duitsers of voor de Oost-Europeanen misschien wat handiger. Maar de belangrijke journalisten komen uit Spanje, Italië, Engeland, Duitsland, Nederland, uh, Engeland. En uh, ja, dat was gewoon te ver. Dus vandaar dat op een gegeven moment de, het hele circus naar Kuln is verhuisd. Om uh, daar in de hallen in Kuln. Te gaan zitten. En dat gebeurde dus in 2009 en in 2009 uh, trok het al meteen 230.000 bezoekers. 230.000 bezoekers, laat dat even op je inwerken. Uh, de E3 deed op zijn piek volgens mij 85.000. Misschien hebben ze de 100.000 gehaald. Het was natuurlijk ook meer een mediabeurs. Dat is de Gamescom ook. De Gamescom is ook een mediabeurs. Uh, maar uh, het is meer een consumerbeurs dan een mediabeurs. Absoluut dat daar ook. Uh, 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 media. Want ik denk dat wat je nu ziet met Boris en uh, Simon, uh, dat dat opgenomen in de business unit en die is afgescheiden. Dat is zo'n hal waar je dan als consument altijd langs loopt. Als je naar de grote hallen loopt, uh, dan is daar een, een schot en daar kan je niet in als je geen perspas hebt. Uh, de E3 is eigenlijk gewoon een mediabeurs en een retailbeurs die uitgegroeid is tot een klein beetje een consumentenbeurs de laatste jaren. Uh, de Games Convention werd meteen ingeschoten als een consumentenbeurs. 230.000 bezoekers. En 2018 was het absolute hoogtepunt. Houd je vast: 370.000 bezoekers en 137 verschillende exhibitors. Uh, dat zijn dus gewoon de stands. Uh, uit 56 landen. Uh, dat, dat, dat was gigantisch. Gigantisch veel uh, 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 mensen waren er uh, uh, daar aanwezig. En, uh, en ik weet ook nog wel: het was zo fucking druk. Kijk hier. Als je dit kijkt, dit is relaxed. Dit is gewoon. Uh, je kan hier eten, je kan hier drinken. Als pers word je in de watten gelegd. Je hebt de ruimte. Je ziet allemaal uh, boots. Uh, daar staan of te, uh, waar je kon spelen. Uh, dat was geen enkel probleem. Uh, maar op de beursvloer was het belachelijk vol. Belachelijk vol. Ik herinner me nog één. Ik weet niet of het 2018 is, wie weet was het er ook voor. Want het ging elk jaar. Uh, op een gegeven moment zat het op 345.000, 345.355. Daar, daar echt een aantal jaar achter elkaar. Het was heel heet, want het was augustus. En mensen vielen gewoon daadwerkelijk gewoon flauw binnen. En dat was de woensdag. De woensdag is over het algemeen de persdag en de early bird dag. Uh, mensen vielen flauw, mensen gingen van het stokje. Uh, ambulances overal. Um, en toen hebben ze op een gegeven moment wel een stop gezet. Want het was. Je kon altijd een kaartje aan de deur kopen. Dat. dat het werd een beetje madhouse. Ik, ik vind het ook geen toffe beurs. In die zin van, als consument, je ziet geen ene vak. Uh, als je bijvoorbeeld naar de Blizzard stand ging, uh, dan was het gewoon echt gewoon uh, absoluut. Uh, uh, um, ja, stond je gewoon acht uur, negen uur in de rij. Nou, en dat is exact hoe lang zo'n beurs duurt. Dus dan had je één game uh, gezien. Um, kijken we even dan naar. Nu, want twee jaar lang, 2020-2021, hebben we natuurlijk een online versie gehad. Een online versie van de beurs. En uh, die, uh, ja, net als de E3, leuk, aardig. Maar de E3 heeft dan nog wel wat uh, deze beurs. Uh, uh, heeft dat dan weer niet? Dus ik heb het vorig jaar niet eens gezien. Ik was op vakantie. Um, was niet zo heel belangrijk. De, de, gro de grote uh, uh, aankondigingen worden daar doorgaans niet gedaan. Ik, ik kan me herinneren dat de PlayStation Home is daar bekendgemaakt. Redstone Clank, Resistance. Um, PlayStation in het eerste jaar ondersteunde het best wel. Daarna op een gegeven moment waren ze ook, uh, hielden ze daar ook een beetje mee op. Er waren echt persconferenties van IA. Ik kan me wel herinneren, ergens in zo zo'n stoere terminal. ergens buiten in het havengebied. PlayStation had een eigen show. Xbox had een eigen show. Het, het was echt wel huge aan het worden. Maar de echte grote aankondigingen. die uh, deden ze daar vaak niet. Uh, die bewaarden ze dan toch voor de E3 of voor hun eigen uh, streams. Met name de laatste jaren. Maar goed, um, de laatste jaren. Uh, 2019 is eigenlijk het laatste jaar dat de Gamescom open was voor publiek. Ik heb hier het lijstje voor me wat er staat qua uh, grote bedrijven. En daar loop ik dan nu eventjes zelf doorheen. Uh, Activision Blizzard stond er. Ik denk één van de grootste trackpleisters als het gaat om uh, uh, um, um games. Duitsland is zwaar pc mined, en Blizzard is daar een... Grootheid. Die stand was altijd het drukst. Wilde je bij Blizzard een game spelen, moest je echt vanaf moment 1 dat je de beurs opkwam in de rij gaan staan. En aan het eind van de dag had je dan 10 minuten uh, met bewijs spreken een Diablo gespeeld. Da daar ging het een beetje om. Uh, Activision stond er dus, Bandai Namco stond er, Bethesda stond er, Capcom stond er, CD Projekt Red. Befaamd zijn we nog geweest. Uh, die uh, eerste keer dat we Cyberpunk... 27-7 sta zagen... Uh, volgens mij is Boris de volgende dag... speciaal daarvoor teruggegaan om het ook te zien. Want hij kon toen niet... Uh, in uh, de behind-closed-door-sessie. Uh, en toen dachten we allemaal... Dit, dit wordt een game. GTA... hou maar op. Dit, dit gaat een wereldwonder worden. Nou, dat werd het dus helemaal niet. Codemasters was er. Crytek was er. Uh, Epic Games was er. IE was er. Uh, even kijken... Uh, Konami was er, Nintendo was er. Uh, gaan we weer verder kijken? Ride Games was er, Sega was er, uh, Sony was er, Square was er, Team 17, THQ Nordic was er, uh, Ubisoft was er, Valve was er en Microsoft Xbox was er. Al die partijen waren er. Uh, en dat zorgde ervoor dat wij er altijd al wel graag naartoe gingen. Um, en dan met name met, 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 met de blik op het najaar. Daar werden nog even de games getoond die we dan in september, oktober, november konden spelen. Dan kon je nog een keertje uh, checken uh, wat het verloop was, want de builds waren niet altijd, maar vaak wel net even anders dan die we op de E3 in juni hadden gespeeld. Uh, we konden nog even babbelen met de PR-vertegenwoordigers van misschien een leuke campagne afspreken of, of een leuke reisje wat eraan kwam. Dus je kon daar leuke dingen doen en je kon er leuke content maken. Toen kwam dus corona, uh, lockdown. Er mocht helemaal niks meer in Duitsland. Du Duitsland is nog, wat dat betreft nog strikter dan uh, Nederland. Nou, en dit jaar gaat het weer open, maar we zitten in eigenlijk een nieuw tijdperk. Heeft de gamesindustrie nog wel behoefte aan zo'n enorme, grote gamebeurs? Vol met roltrappen en pleurisdure stands. Um, hoe duur is dan een stand? Heb ik ook even voor je uitgezocht voor 2022. Uh, en dit is dan schappelijk, hè? Dus de prijzen zijn wat naar beneden gegaan. Uh, maar uh, denk even na. Uh, als je wilt staan op een stand, uh, dan kost dat jou uh, tussen de 165 en 210 euro. Per vierkante meter. Per vierkante meter. Um, een beetje stand is toch wel. Nou, als ik kijk naar de ea stand of de Ubisoft stand of de Blizzard stand, dat waren stands. Die moet ik echt even natte vingerwerk gaan doen hoor. Maar dat waren echt wel trends van. Oké, okay, ik neem het nu even maalt. 500 vierkante meter. Ik denk dat het groter was. 500 vierkante meter. Dus dat is dan 500 maal uh, 100 is al, uh, al 50.000. Dus ja, je komt bijna op 100.000 euro alleen voor uh, standruimte uit. Uh, en dan moet je nog een stand gaan bouwen. Nou, sorry, maar je komt echt. Je gaat met, met al het personeel en alles erop en eraan. Ga je rustig, rustig naar een half miljoen, miljoen uh, uh, euro toe. Wat gewoon heel veel. Geld kost. En waarom betaal je dat allemaal? Om jouw game onder de aandacht te brengen van de consument. En van de media. Nou, de media is niet zo'n probleem. Dat is meer behind closed doors. Uh, daar hebben we het over 98,50 euro. Tot en met 113,50 euro. Dat ligt er dan aan. Hè. Ik bedoel, je hebt stands die in het midden zitten. En dan heb je stands die weer aan de buitenkant zitten. Dat zijn niet echt stands. Dat zijn gewoon meer hokken. Uh, gewoon met een muurtje eromheen. Met een deurtje erin. Uh, en daar heb je dat dan over 200 vierkante meter. Dus wat dat betreft, dan ga je al richting de 20.000 euro. Dat is allemaal wat maatschappelijker. Uh, daar ontvang je dan de media. Daar ontvang je retail. Daar ontvang je zakelijke. Uh, business partners, wie weet ontvang je daar developers die games willen maken. Um, dat kan daar allemaal. Uh, je krijgt korting bijvoorbeeld. Dat is die 98 euro als je bijvoorbeeld een stand uh, in de hal hebt. In de publiekshal. Als je dat niet hebt, dan betaal je dus ook weer eens keer 130. Dan betaal je 20 euro meer per vierkante meter. Kortom, uh, het is een fucking duur grapje. Om media en consumenten te besteden. Vroeger, vroeger moest dat wel. Er is maar één mogelijkheid om een gamer een game te laten proeven, terwijl die nog niet af was, een beetje een soort van hype op te bouwen. Je gaat ervan uit dat hij het speelt, je gaat ervan uit dat hij het goed vindt... en dan ga je ervan uit dat hij thuis komt en tegen zijn vrienden zegt van... nou, ik heb nou iets gespeeld, jongen, fucking hell, dat moet, ik, dat moet je echt spelen... want dit dit en dit, oh, wat was het vet. Nou, en die vrienden die gaan dan weer naar school toe en naar hun vrienden... hij ah, nou, is fucking breed, weet je wel. En voor je het weet, zes uh, versies later is het de meest epische game ooit uh, uh, bedacht... en gaat iedereen pre-orderen en gaat iedereen uh, de game checken. Je bouwt een hype op... Dat was de way to go, want dat was de enige manier. Maar vandaag de dag heb je natuurlijk gewoon de beta's uh, die je om de oren vliegen tegenwoordig. Vroeger mochten wij alleen maar een preview code spelen. Tegenwoordig worden er gewoon beta's gemaakt. Uh, early access heb je, um, je hebt um, streams kun je uh, doen waarin je games kunt laten zien. Allemaal mogelijkheden waarbij je de consument fantastisch kunt bereiken. Veel goedkoper en ook nog eens een keer veel meer. Want reken maar uit. Um, Zo'n stand van EA bijvoorbeeld. Ik ga nu ook weer natte vingerwerk doen. Uh, ik weet nog wel dat ze op een gegeven moment. een, 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 een FIFA-gedeelte. was al een hele groot FIFA-gedeelte. Dat is natuurlijk voetbal Mind. Het logisch. En dan was links en rechts. stonden er dan twee uh, opstellingen met pc's. En jij speelde dan hier. speelde je tegen iemand aan die andere kant. En volgens mij hadden ze dat ook een keer. met Battlefield. hadden ze. een setup van. Het maximaal aantal spelers wat op dat moment... Terwijl Pascal hier gewoon eventjes... Hoppakee, van een trap afgaat Ja, nou is de bal kapot. Uh, dat je uh, uh, tegen elkaar speelt. Het maximaal aantal wat feitelijk online kon gaan. En volgens mij was dat 265. Ik weet het niet. Maar in ieder geval die pc's hadden staan. Laten ze zeggen dat ze er 300 tot 400 consoles en pc's hadden ze op hun stand staan. Nou, mensen die kunnen allemaal... kwartiertje spelen... Nou, dan moest de volgende er weer bij. Die moet uit de rij komen. Er, wordt even, er moet nog even herstart worden. Bladibla. Dus je kan er vier per uur maximaal huisvesten. Uh, die beurs is acht uur open. Dat is 32. 32 x 300 is. Uh... Nou, laat je zeggen dat je op een dag uh, uh, etterlijke duizenden mensen kunt laten gamen met jouw game, etterlijke duizenden. Zet je een demo online via de Xbox, PlayStation, EA Play, whatever. Kun je zomaar onbeperkt aantal mensen bereiken. Dat is nogal een verschil en het is goedkoper. Ga je weer, spreadsheet mafia. Die gaat er weer kijken. Van, ah, oké, okay, dit kost heel veel geld, heel veel moeite. Dan moet ik fucking nog in het weekend gaan werken in Duitsland. Terwijl heb ik helemaal geen zin in. Of ik zet gewoon een beta online. Of een leuke stream uh, zet ik aan uh, met de gameplay. En dan bereik ik ook nog eens keer veel mensen. Het is veel goedkoper. Oh, doe dat maar. Dat, dat is een beetje wat er op dit moment gaande is. Plus natuurlijk nog een beetje de angst voor uh, corona. Uh, stel nou, het kan zomaar gebeuren. Stel nou dat er inderdaad wel wat gebeurt, nogmaals, afkloppen. En die hele beurs moet dicht. Ja, die kosten heb je al gemaakt. Die stand is al gebouwd. De mensen zijn al ingehuurd. Al dat soort dingen. Ja, dat ga je niet terugkrijgen. Misschien dat je je grondgeld niet hoeft te betalen. Maar je bent gewoon heel veel investeringen kwijt. Met een stream of met een beta is dat nooit een probleem. Je hoeft er niet eens een mondkapje bij op. Dus wat dat betreft, dat zijn de overwegingen. En dan kijk je dus wat de gevolgen zijn van uh, deze ja, nieuwe uh, uh, aanpak. En uh, dan zie je dat dit jaar, herinner me je nog even... Wat ik net allemaal gezegd heb, hè, wat in 2019 stond. Dit jaar staan er 2 Games, 505 Games, Bandai, Namco, Koch Media, Sega, Team 17, THQ Nordic, Ubisoft, Warner Brothers en Xbox. That's it. Veel daarvan. Ik ga niet iedereen noemen, want ik weet niet of het NDA is. Maar er zijn er een paar die komen met één game of twee games. Uh, het is gewoon. Het is niet meer de Gamescom. Het is niet meer die. Dat enorme evenement. Hey, wij gaan erheen en we gaan er ongelooflijk toffe content maken. En er zitten ook een aantal hele leuke games uh, bij die we gaan zien. Uh, je weet het. Al, al, al staat er niks, hè? herinner je nog? We gingen naar Vietnam toe voor een gamesbeurs die er niet was. Fucking brede trip hebben we ervan gemaakt. Dat kunnen we wel. Wij kunnen content van niks maken. Maar voor die beurs. Dit is niet oké. Okay. Dit is niet oké. Okay. En uh, ik verwacht dat dat ook met de E3 een probleem gaat worden. Het is gewoon echt een probleem om publishers nog over te halen om enorm groot daar te gaan staan... terwijl je er dus ook hele andere manieren zijn. Uh, die andere manier is dus de openingsnight. Er is altijd een openingsnight. Dat is de avond voordat de Gamescom opengaat. Ik denk dat het dan de 23e is, de dinsdag. Uh, er komt weer een Jeff Keely show openingsnight. Ook leuk. Uh, wat kost het nou om daar een... Een, uh, een, een, een film te laten zien, een trailer te laten zien. Uh, heel veel mensen denken nog steeds dat uh, degene die dat produceert uh, ongelooflijk blij is als bij wijze van spreken Xbox zegt: Hey, ik heb een toffe trailer, wil je die laten zien? Zo werkt dat niet. Je moet ervoor betalen. Je betaalt voor je, uh, je minuten. Hoeveel kost dat? 30 seconden. Kost 85.000 euro. 30 seconden beeld, 85.000 euro. En het maximaal is 120 seconden, 210.000. Uh, dan zul je ook nog wel misschien hebben dat mensen het podium opkomen. Denk even aan vorig jaar. Uh, vorig jaar. Onlangs Summer Game Fest, The Last of Us, uh, Neil Druckmann, dat segment van 10 minuten. Um, Ga er gewoon maar vanuit dat dat Sony zomaar een half miljoen, miljoen dollar kan hebben gekost. Um, en dat dan iets blijkbaar dan, hè, God of War. Ragnarok mogelijk toch niet getoond kon worden. Uh, maar je hebt al betaald. Ja, betalen is betalen. Hey, je hebt het geboekt. Uh, doe ermee wat je wil. Uh, en dat je dan dit soort bullshit krijgt als toen. Dat gebeurt helaas omdat je nu gewoon een, uh, een, een deal hebt gemaakt. En je hebt die ruimte gekocht. Uh, 120 seconden, 2 minuten is niet heel lang. 210.000 euro ben je kwijt om daar gevisies te worden. Aan de andere kant, je gaat waarschijnlijk wel meer mensen bereiken dan. 210.000 te gebruiken voor een stand. Uh, om mensen te laten gamen. Dat is dus het probleem van game-evenementen. En nog één keer ga ik het vertellen. Uh, wij gaan er absoluut een leuke tijd van maken. We gaan er een hele roadtrip van maken. We gaan allerlei dingen doen. Dat komt helemaal goed. Dat, dat, dat wordt weer toffe content. Maar um, ik maak me wel zorgen over dit soort. Um, ik denk dat het veel meer de consumentenkant op gaat. Ik denk dat we veel meer de kant op gaan uh, naar e-sports en dat je niet zeer een nieuwe game speelt, maar een oude game, maar dan in competitievorm of uh, om de leut. Uh, ik denk dat je veel meer hardware partijen zult zien, uh, PC partijen, he, de ROGs, de MSIs, de NCXTs, de Alienwares, die... Een game dan adopteren en daar iets mee doen om een hardware te tonen. Maar de tijd van primeurs. Um, lijkt toch wel een beetje achter. Uh, zelfs qua perstrips. Het, het houdt op dit moment niet over. Um, dat is jammer, want uh, dat was altijd leuke content. En um, wat mij betreft is dat nog steeds de tofste manier om een nieuwe game uh, te leren. En dan s'avonds gewoon even gezellig een biertje te drinken in, in Kulm. Um, we gaan het doen, maar. Je ziet al wel, zoveel staat er niet. Uh, het is nog een week of twee tot de beurs. Ik verwacht niet dat er nog echt grote partijen bij zullen komen. Maar je weet het nooit. Want heel vaak gaan dat soort evenementen en opeens ook de, uh, de vloerpleis naar beneden dumpen. Aan de andere kant, dan moet je ook niet te ver doen, want als je dat doet, dan zeggen al die partijen die al ingestapt zijn: van wat de fuck, waarom betaal ik nu twee keer zoveel als die andere die tot het eind heeft gewacht? Dat is niet zo netjes, ik steun jou, die andere, die is een profiteur. Uh, hoe zit dat? Dus dat, dat, dat is ook heel erg lastig. Ik bedoel, ik heb zelf game-evenementen gedaan. Dit is niet makkelijk. Uh, en de vraag is dus of um, de, de Duitse organisatie het nog wel de moeite waard vindt om zoiets te houden. Maar goed, aan de andere kant, als er weer 240.000 uh, uh, mensen op afkomen, ja. Daar verdienen ze hun geld aan. Dan is het prima. Um, ik ben heel benieuwd. Um, wij gaan er dus naartoe. Uh, laat even weten in de comments. als je zelf ook richting Duitsland gaat. en waarom of waarom je niet gaat. Um, vanaf de 23 augustus gaan we dus. Content laten zien. Uh, wanneer? Dat maken we later wel bekend. Um, en dan gaan we terug naar een beurs. Uh, eindelijk weer naar een beurs. Uh, Yui mag dan voor het eerst ook naar een beurs. Dus die, is, die, is nu, die slaapt nu al niet meer. Maar uiteindelijk um, gaan we ook toch wel misschien zien dat het niet meer is wat het ooit was.